gaan iets geks doen, jongens. We gaan live spelen. Live weer. Ik heb hetzelfde aan als vorige aflevering. Want ik neem gewoon twee afleveringen achter elkaar op. Ik heb echt helemaal geen leven. Nou, doen we de kilo. We doen de kilo, maar dan doen we echt een rustklasse van de kilo. Ja, die ga ik gewoon live maken wie nu, ja? We doen natuurlijk wel de barrel, dat je dus gewoon automatische integrated dingers hebt. Ik doe hier wel een scopie op, denk ik, een mini reflectie op. Dus we gaan gewoon een stok helemaal niet mee spelen zelfs. We gaan de underbarrel om rustiger te krijgen. Gewoon een windje voor keer. Boom. We gaan gewoon iets trager. Kijk, iets trager, maar dat maakt niet uit. Ah, het is goed al. Weer dus met een AR, maar nu dus met deze. Met de kilo. Maar kijken hoe ik het er vanaf breng, jongens. Ik hoop dat ik het goed ga doen. Je weet het nooit. Met mijn blikjes bier, het lust niet eens bier. Mijn tripack. Dat is dom van, dat weet ik toch, dat moet ik daar overgaan komen. Oh mijn god, dit is wel een begin, hè. Dat is dom van me, dat is dom. Ik ben gewoon net zo lekker. Gewoon wel goed, hè, man. Een strijk nog groter, dat weet ik hoor. Ik wil even goed timen. Dat is handig als je strijk gaat. Heb je geen kills mee? Je lokt ze wel naar een bepaalde kant toe. Ik had ze alleen graag wel eentje mee gekild. Dat is niet de bedoeling hoor, ik geef mezelf voor, ik wou Death Silence doen. Ziet hij die echt niet? Ziet je die echt niet? Zie je die echt niet? Zag je die echt niet? Maar ik heb mijn Vito! Ik heb mijn Vito, daar ging het mij om. Diep moeten gooien op A. Deze gast is zo genaaid. Wil dat ze weggaan? Nou, valt mee. Wat? Mijn eigen strijk, jezus! Ik kom er niet op meer tegen, zit te campen. Wauw! Wauw! Minimaal. Lukt me dat, denk ik? Of we even geconcentreerd spelen. Stuk de man nog. Tom B heeft ze gepakt. Stunt! Was zo lang stunt! Kijk, echt wel boven mij. Dan ga ik ze flanken. Alleen geen Death Silence. Kop, kop. Weer een Vito, wat zijn deze slecht? Waarom krijg ik niet s'avonds in de stream? Dit is nog 2 lobby's, jongens. Oké.
Oh. Waarom kijk ik? Ik dacht dat iemand... Waarom krijg ik in mijn streams nooit dit soort lobby's? Nooit! Is skill met mijn vinger eruit gehaald ofzo, jongens? Deze zijn wel echt mokertje slecht, hè? Ik heb wel echt... achterlijk weinig kills met... Oh! Met mijn Vito. Niet eigenlijk. Ik heb bijna geen kills met mijn Vito. Dat is wel apart, hè? Twee Vito's, zo weinig kills. Slaat hem nergens op. Als ik altijd een Vito tegenkrijg, jongen, wordt hij nooit weggeschoten. Ze zijn wel heel slecht, maar ze schieten wel alles weg en zo. Ze zitten te campen, of ze gekwitten steeds. Oh, met de kills ik heb. Nou, staat hij daar. Kom op nou, het ging zo lekker, man. Wow. Ze zijn wel lekker aanvallend, daarom zijn ze ook zo slecht. Niet slecht, maar je moet natuurlijk alleen aanvallen als je het kan. Oké. Oh! Weet je wie bij mij is? Nou, wat een headfucker. Ze spelen heel aanvallend, dat maakt het echt leuk. Oh, Paul! Kom maar op mijn hoofd, ik gun hem. Hij gaat nou heel slecht, ik ging net zo lekker, man. Sta jij nou achter die turret ineens, jongens? Waarom maakt mijn ding helemaal geen kills? Een strijk maakt helemaal geen kills ook. 43 kills voor een live commentary. Had ik altijd maar van dit soort lobby's. Ondanks dat ze level 113, 102, 107 en 146 zijn. Kijk, die levels. Ze hebben hoog gerankt, maar ze spelen gewoon aanvallend. Dan is het leuk, de game. Dan is het echt speelbaar, hè, deze game. 16. 43, 16. Nou, ik zou ervoor tekenen in mijn stream. Thanks voor het kijken. Duimpjes, meldingen, abonneren, doneren. 100.000 euro per maand, liefst. Tot de volgende keer. Ik ga jullie zien. Na sap.